hier in Jeruzalem, bij de Kotel, de gebedsmuur van Israël, een van de heiligste plekken voor het Jodendom, is de oproep vanuit Psalm 122 vers 6, bid voor de vrede van Jeruzalem. En wij kunnen daarin meedoen. Want in Jesaja 62 is de oproep dat we als wachters op de muren van Jeruzalem geroepen zijn en dat we God in rust kunnen totdat Hij Jeruzalem stelt tot een lof op deze aarde. Daarom onze oproep. De uitnodiging om mee te doen met de Jesaja 62 gebedscampagne van de Christelijke Ambassade. Bid voor de vrede van Jeruzalem.